Hallo weer, welkom bij deze nieuwe video. Je ziet het hier, ik sta hier niet in onze gebruikelijke omgeving. Nee, we zijn vandaag wakker geworden in het Ibis Budget Hotel in Blankenbergen. Hier zie je de kamer. We hebben gisteren ook al eventjes een rondleiding gegeven toen ons bed er nog altijd mooi uitzag. Nu zitten we beslapen. En hier heb je Jenno. Goedemorgen. Good morning. Wauw zeg, wat een geweldige kamer. En wat ook een prachtig uitzicht. We kijken uit op de kerk van Blankenbergen. Ja, ik vind het ook mooi. Ja. Ik vind het ook zo fijn, omdat je van hier gewoon mensen kan zien lopen en passeren. En ik bekijk zo graag mensen. Er is hier veel beweging. Ja. Goed, toch wel. We gaan naar beneden. Daar wacht ons een ontbijtje. Dus dat gaan we eventjes nemen. En daarna gaan we volgens mij eens eventjes een beetje de omgeving verkennen hier. Jij kent de code? Ja. Oké. Ja, iedere kamerdeur heeft hier een eigen code. Dat zie je op het nummerpad. En die code... Wat? Jawel. Code krijg je op een kaartje mee. Maar Jolien, die kent de code uit mijn hoofd. Het is een best lange code. Het is niet vier cijfertjes, hè. Dat is best wel bijzonder. Je kan het goed. Je hebt hier ook een lift, hoor, maar we nemen gewoon de trap. Dat is gezonder. Zeker met al dat eten dat we gisteren hebben gegeten. Dat moet er terug afgestapt worden, vind ik. Heb je die vlog nog niet gezien? Kijk dan eventjes terug naar de vlog van gisteren. En dan kan je in één keer ook nog onze roomtour zien. Oh ja, inderdaad. Dus, ja. Zeker kijken. En nu gaan we eens. We zitten op de tweede verdieping. Dus dat, we zijn er nu al een paar verdiepingen gepasseerd. Ik denk dat we er nu zijn. Ja. Hier heb je nul. Hier kan je brood pakken. Hier kan je het versnijden. Daar heb je beleg. Hier kan je ook eitjes koken. Hard gekookt, zacht gekookt. Hier heb je cornflakes met melk. En daar staat nog wat fruit. Je hebt hier echt heel wat, hè? Alles wat je nodig hebt, hè, toch? Toch wel. Gewoon een basic, snel, stevig ontbijtje. Ja. Voor jou een stukje zoiets? Ja. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Hier zie je het ontbijtje van Jenno met ook nog een peer die al aan het opeten is. Er is een stukje uit. En dit heb ik hier. Het was een lekker ontbijtje. Ja. Super lekker. En nu staan we met de auto recht voor het station van Lissewegen. Ja, je zou bijna denken dat we eigenlijk een trein hebben genomen om dat hier te komen. Nee, dat is niet gedaan. We zijn speciaal naar het station gereden, omdat hier in Lissewegen, dat is trouwens niet zo heel ver van Blankenbergen, ja, een leuke korte geocachewandeling ligt. Verstopt ligt. En die gaan we even doen. Dus ja, we gaan nu Lissewegen ontdekken. Ben je er ooit al geweest? Nee, volgens mij niet. Ik ben echt al heel benieuwd. Je hebt hier heel veel cafés, dat heb ik ooit al, heb ik al eens gelezen. Ja, ja. Okay. En dit dorp leeft eigenlijk. Het is een dorp, ja, of een kleine gemeente. En het leeft echt wel. Oké, ik ben benieuwd. Dus we gaan dus nu Lissewegen ontdekken. Ja. Hey, het is niet zo bruisend als Blankenbergen zelf natuurlijk. Maar ik denk dat je het zo een beetje kan vergelijken met ons dorpje zo in Lille. Waar wij wonen. Daar ons gehucht. Ja, waar je ook wat cafeetjes hebt. Ja, en een kerktoren. Ja. En om die kerktoren valt er van alles te doen. Dus. Ja. En onder meer, wij hebben daar een koffie- en theehuisje. Dus dat is wel fijn. Wat ga je doen? Hierdoor kruipen. Alright. Lissewegen heeft dus ook een hindernissenparcours. Ik zal ook maar eens doorkruipen dan, hè. Hoppakee. Een heel mooi plekje hier, hè? Ja. Zo, hè? Een leuk tuintje zo. Heel absoluut. Van de buurtbewoners, dus ja. Ja, heel gezellig. Ik sta er ook nog een bordje voor wie het programma nog kent, Man bijt hond. Maar hier staat er dan Man vindt stront. Maar ik moet wel zeggen, wat? Volgens mij moest je zoiets zomaar loszetten. Wat? In Lille had je binnen de dat is niet waar. Je hebt hier ook sociale controle. Hè. Je zit direct tegenover heel wat huizen. Dus die kunnen dat allemaal in het oog houden. Hè. Dat is wel heel leuk. Het ziet er heel, ja, heel mooi gedaan. Leuk tuintje. Zie je niet vaak. Oh, het is hier gezellig, hè? Ja, keimooi. Het zijn allemaal oude gebouwtjes en zo. Heel wat restaurantjes, heel wat cafeetjes. En wij zijn er nog nooit eerder geweest. Leuk dat we dit nu ontdekt hebben. Een onontdekt plekje, vlakbij Blankenbergen. Ja. Kan je hem vinden? 2 meter hoog. Oei, oei, dan moet jij hem sowieso wel eigenlijk vinden, hoor. Je bent groter. Heb je hem? Zo, dan heb je de kant, hoe kan hier de boom? Dat pak ik
Aha. Yep. Dat is echt wel fijn. Zo'n schattenzoektocht, dat kan je echt overal doen. Leuk voor groot en klein. Ja, er zit nog extra opdrachtjes bij. Ja, over wolven. Dat is deze opdracht eens lezen. Hè. De opdracht is: wat was het tweede huis dat door de wolf werd weggeblazen? Antwoord A: huisje van stroom. Antwoord C: huisje van hout of huisje van steen. Volgens mij. Was het stro? Nee. Hout? Ja, ik kan het niet zeggen. Hè. Als jij het wel denkt te weten, zet hieronder in de reacties. Wij gaan de vraag in ieder geval oplossen. Het is een tof wandeling, hè? Ja, we hebben een hele leuke wandeling gedaan. We hebben alle raadseltjes ook opgelost. En nu zijn we terug aan het keren aan de auto. En ik had gisteren al gezegd, hè, ik heb een toffe verrassing. Ja, ik ben wel kei benieuwd eigenlijk. Ik weet nog altijd niet wat we gaan doen, hè? Je zei net wel dat het er wel ietsje warmer gaat zijn dan nu. Ja. Dat weet ik niet. Ik denk dat. Het is in ieder geval een binnenactiviteit. Ideaal om te doen in de wintermaanden. En het is echt wel heel centraal gelegen. Okay. En ook niet zo heel ver van ons hotel. Okay, ja. Weet je niet? Nee. We gaan naar Sea Life, Blankenbergen. We zijn samen eens in Sea World geweest in Orlando. Ja. Hier staan geen attracties. Alhoewel, het hele gebeuren is er wel één grote attractie hoor. Je zal het wel zien. We gaan nu eerst naar binnen. Ik zei wel, we gaan naar binnen, maar Sea Life heeft ook een buitengedeelte. Ja. En dat gaan we nu eerst eventjes doen. We weten niet wat het weer nog doet, dus we gaan eerst even van het buitengedeelte een keer een kijkje nemen. Kijk, hier heb je het ottergedeelte. Ze liggen lekker te rusten onder de warmtelamp. We zitten met z'n tweeën daar helemaal, zie je het hier links? Lekker te rusten, zalig toch? Zo schattig. Lekker warm. Echt heel leuk. En hier heb je de pinguïns. Oh. Leuk hè? Ja, heel veel mensen denken dat pinguïns altijd maar zo buiten op sneeuw leven en zo, maar je hebt dus ook nog pinguïns die op het land leven natuurlijk. Hè? Dus... Ja, wil zij altijd spelen, ja. Ze volgt dan ook de schaal. Wat een speelvogel. Is dat leuk? Ja, uit Chili en Peru. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die denken dat de pinguïns alleen maar op ijs en sneeuw leven. Maar dat is eigenlijk niet zo. Er zijn heel veel soorten die het liever warm hebben dan koud. Zoals de soort dat wij hier hebben. Wie de mannetjes zijn en wie de vrouwtjes zijn. Want met het blote oog kun je dat niet zien bij een pinguïn. Die zien er allemaal hetzelfde uit. Om dat te weten moeten we eigenlijk echt al een DNA-test laten doen. Hier hebben we de vissen. Mooi hè? In het tropische regenwoud. Mooie vissen. Dat is een grote hier. Hier, hè, dat we hierin staan. Echt onder ons is ook water. Boven ons is ook water. Daar zie je een haai. Hier heb je een rog. Hij komt even ruiken. Ja. Trouwens, ik weet net wat Rijber juist heeft. Dus hier een korte uitleg gehad over de rog. Dat deze rog een mannetjesrog is. Kijk, hij heeft hier zo twee penissen. Je hebt er nog twee in één zoog, dus ja. Dat weet je goed hoor. Ja, dat heb ik zeker goed onthouden uit de hele uitleg. Kijk, hier heb je een zeestar en dan mag je aanraken. Maar je bent verkeerd. Is dat de zeestar? Nee. Oh, nee. Hier tegen de kant plaatsen. Hier dan? Nee. Een grijze. Waar ben je hier?
Ah, ja, oké. Okay. En? Een zeester. Hoe vind je het? Hoe voelt het? Het voelt dat het leeft. Ja? Ja. Ja. En we hebben hier ook nog eitjes. Dat zijn eitjes van... De rog. De rog. Ja, dat zijn eigenlijk zakjes. Dus deze dingetjes hier en hier. En dat zijn eigenlijk zakjes, dat zijn eitjes van de rog. Maar die zijn bijna nooit bevrucht. En dan heb je hier van de hondshaai. En als je goed kijkt, ja, zit er iets in bewegen. Iets oranje, zie je? Ja, ik denk dat je het ook ziet op camera. Is het, is dat wit aan het opeten? Dat is het ei geel? Ja. Is dat wit aan het opeten? Dat is het ei geel. En daar voedt hij zich eigenlijk mee. Ja, en hier heb je nog oog. Dat zie je hier, denk ik eigenlijk. Nee. Dat is eigenlijk ook een dier, een anemoon. Ah. Mag je eraan komen? Ja. Dat is een anemoon. Dat beweegt ook, hè. Dat is heel clever, die zoutjes daar. Ja. Daar heb je ook nog een krab. Ja, en daar nog een grote krab zo. Oh ja, daar. Die is heel groot. Kijk, daar zie je een krab zitten. Als ik nu net film, dan stopt ze natuurlijk weer met rondkruipen. Oh ja, kijk, de mensen hier. Cool. Huh? Hier heb je een paar kwallen. Dat is mooi, hè? Ze geven zo precies licht. Ja. Het zijn precies aliens, hè? Zo vreemde, heel vreemde, heel vreemde heel vorm, mooi. Heel vreemde wezens. Ik vind het heel boeiend om te zien bewegen. En hier heb je een clownvis. Wow, hier zit een grote schildpad. Hij kan via deze tunnel kan je er onderdoor wandelen. Je hebt ook nog een haai en een rog. Te gek, hè? Een groot aquarium hier, hoor. Deze vis komt echt zo vragen, zo van, en ik dan? Ga je van mij geen foto maken? Hé, ga je van mij nog een foto maken? Ja. Dank u wel. Bloep, bloep. Bloep, bloep. Vond je het leuk? Ja. Hier hebben we zo'n schildpad. Een grote. Bijzonder, hè? En we zijn weer buiten. Ja, dat was leuk, hè? Echt super leuk. Ik heb zoveel bijgeleerd. Dat is zo interessant. Dat is zo echt heel tof. Heel leuk om te zien dat ze daar de gewonde beestjes opvangen. Dus, absoluut. Ja. Ik vond zeker dat ze wel een bezoekje waard. Het is een toffe bestap voor gezinnen, maar ook wel voor koppels. Ja, absoluut. Dat is heel leuk. Blankenbergen, wat ben je weer mooi. Ja. Blankenbergen by night. Mooie kleurtjes. Het is donker geworden. We gaan op zoek naar eten. Dat doen we op de grote markt in Blankenbergen. Dus snel naar daar. Oh ja, lap te laat. Druk maar op het knopje en wacht maar. Is er een knopje? Er is een knopje. Nog meer lichtjes hier in Blankenbergen. Wow. Kijk, een hele mooie kerstbal die aan het fonkelen is. Ja, dat is mooi. Oh, echt heel mooi. Wow, ga er eens gaan inzitten. Ja. Doe eens. You're shining, baby. Absoluut. Wie mij kent, die weet wat ik aan het eten ben bij een Chinees restaurant. Bij mij ook. Altijd hetzelfde. Het lekkerste vind ik de witte rijst. Smakelijk. Smakelijk. Het was lekker eten. We zijn nu terug in de kamer. Lig je goed? Heerlijk, echt zalig. Bed ook licht echt zo goed. We hebben een grote tv en we gaan kijken naar ons favoriete programma, Slimste Mens. Slimste Mens, ons favoriete programma momenteel. Momenteel, ja. Even nog kijken en daarna gaan we waarschijnlijk weer lekker kunnen slapen. Morgen zijn we opnieuw in Blankenbergen en als je wilt weten wat we dan allemaal gaan doen... Dan moet je morgen kijken naar onze vlog. Ik zou nu ook al willen kunnen kijken, maar dat kan nog niet, want die vlog staat nog niet online. Nee, dus ik weet zelfs nog niet wat we morgen gaan doen. Dus dat kan je allemaal nog morgen zien. Spannend. In onze vlog. Tot morgen. Dag.
Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.